vind je helemaal geweldig. Ik zie het gewoon. Nu de quiz nog, dat wordt ontzettend bloed, zweet en tranen. Ja, die quiz. Ik krijg vast weer echt een complete blackout van de zenuwen. Maar relax, Tobias weet alles over planeten en sterren. Ja, nou, bij de verkiezing, toen wist ik ook echt even niet meer wat ik moest zeggen, hoor. Over het aantal sterren en zo. Nee, dat was ook best lastig. Maar je hebt dat goed opgelost, dus zeg dat in het planetarium te horen krijgen. Jij pakt het toch hopelijk ook een beetje handig aan met Tessel? Nee, niet echt. Ik had eigenlijk moeten leren over sterren en planeten en zo. Maar je had het druk. Daarom ga ik nu jou helpen. Alles over sterrenkunde, vraag 1. Wat is een vallende ster? Een losgeraakte ster? Nee, een vallende ster is een deeltje dat hoog in de atmosfeer verbrandt. Een deeltje? Meteorietjes. Deeltjes stof of steentjes. En door de hoge snelheid verbranden ze en dat zien wij dan opgloeien. Maar het gaat wel lukken. Vraag 2. Wat is een komeet? Dus een komeet is niets anders dan een steenklomp. Ja, zo ongeveer. Volgende vraag. Noem de 20 helderste sterren. 20? Sirius? En de laatste? Pollux. Bijna allemaal goed. Ja, in 4 keer. Morgen krijg je die kans echt niet. In de stad zie je minder sterren, omdat het daar lichter is. Dat is lichtvervuiling. Kapot. En we hebben de 15 belangrijkste dingen al doorgenomen. Maar dat is toch lang niet genoeg om morgen die quiz te winnen? Maar je hebt mij ook nog. We beginnen met de quiz, zodat we daarna tenminste ontspannen naar de sterrenhemel kunnen kijken. Oh, ik vergeet nu al alles van de zenuwen. Dat komt wel goed. Echt. Die zijn samengesteld, hè? Ik heb ze gezien. Het is. Ja, wat heb je allemaal bij, joh? Niks. Mijn lunch. Ik heb heel erg honger. En daarom wil ik ook alle deelnemers nu uitnodigen om naar voren te komen. Ja, kom maar. Dat wil ik nog wel eens zien. Jullie mogen daarheen. Ja, en iedereen mag meekomen. Oh, misschien weet Olaf dat. Is iedereen er klaar voor? Ja. 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 Ik hoor niet iedereen. Ja. Ja. Oké, nou goed. Dan gaan we naar de eerste vraag. Hoeveel manen heeft Neptunus? 13. Goed. Wat is een sterrenbeeld? Ja, ik weet het. Dat is een groepje sterren die zo staan dat ze een figuur vormen. Precies goed. Welke planeet staat het dichtst bij de zon? Ja. Mercurius. Jolie gaat als een speer. En op welke afstand? Sorry. Ja? 100.000 kilometer? Nee, reken ik fout. Een hint, het is veel meer. Nog veel meer. Ja, gisteren wist ik alles nog. Mercurius staat op hoe ver van de zon? 57 miljoen kilometer. 57 miljoen kilometer. Helemaal goed. Wauw. We gaan door. Wat is een maansverduistering? Dat is als de maan door de schaduw van de aarde trekt. Correct. Waarom heet een zwart gat een zwart gat? Omdat hij zwart is. Nou, ik wist alles van zwarte gaten, ook net nog. Waarom heet een zwart gat een zwart gat? Een zwart gat heet een zwart gat omdat... Omdat het zelfs het licht niet kan ontsnappen aan de aantrekkingskracht en dus verdwijnt. Tobias en Tessel? Zelfs de aantrekkingskracht niet het licht kan weerstaan, dus dat het opgeslokt wordt. Maar andersom. Oh, je bent echt geweldig. De tussenstand. Bovenaan met stip. Tessel en Tobias met 18 punten. Oké, maar we zijn er nog lang niet, hè jongens. Dan gaan we snel naar de volgende vraag. Noem de verschillende lagen van de dampkring. Stratosfeer, troposfeer. Ja? De verschillende lagen van de dampkring. Verschillende lagen, troposfeer, stratosfeer, mesosfeer, thermosfeer, exosfeer. Ja, dat is de vraag. De stratosfeer, mesosfeer, troposfeer. Wat? De tijd tikt door. Exosfeer? Dat is goed. Dan nu een instinker. Hoeveel verschillende sterrenbeelden telt de dierenriem? Ja, die weet ik, 12. Fout. Het zijn er 13, eentje wordt niet meer gebruikt. Ja, helemaal goed, Jolie gaat heel goed.
Dan gaan we nu naar een wat andere vraag. Hoe ziet de achterkant van de maan eruit? De achterkant van de maan, die... Achterkant van de maan? Ja, ja, ik zoek. Bijna. Tobias, Jochem hier. Marjana dan? De achterkant van de maan, die zien we nooit. Tobias, waar ga je naartoe? Naar de wc. Moet dat nu? Sorry. Altijd hetzelfde liedje met jullie. Wat bezielt jullie toch? Het is mijn schuld. Flip deed niks. Oh, nee. Meneer Flip deed helemaal niks. Die zat gewoon met zijn laptopje op de wc jou alle antwoorden te geven. Ja, omdat ik zei dat het moest. Dat is mijn schuld. Nou, oké. Dan mag jij dat mooi aan iedereen gaan vertellen binnen. Aan iedereen? Ja, aan iedereen. Hup, meekomen naar binnen. Tobias wil even wat zeggen. Ja, kom maar. Ik moet iets bekennen. Ik heb vals gespeeld. Wat? Ik wou heel graag winnen en ik kreeg alle antwoorden door via het oortje. Dus alles wat je hebt gezegd? Is voorgezegd. Je bent gedisqualificeerd. En Tessel, jij ook, dankzij deze ontzettende slimme jongeman. Maar we staan voor. Ja, dood vals spelen, ja. Wacht even, Tessel. Ik deed het allemaal voor jou. Omdat ik hoop dat je me hierdoor net zo lief en leuk en mooi en knap zou vinden als ik jou. Vandaar.